Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pokémon Soul Silver. We gaan weer lekker verder waar we zijn gebleven, maar voordat mensen, check natuurlijk eventjes de Pixelmon video van gisteren, link staat in de beschrijving. Vorige aflevering hebben we natuurlijk de gym leader hier verslagen en zijn we een beetje, klaar hier eigenlijk. Wat dat wel betekent is dat ik nu gym of swim kan gebruiken, oftewel surf. En ja, daar kunnen we nog wel een paar leuke dingetjes mee gaan doen natuurlijk. We kunnen nog wat items gaan zoeken back in the map. Maar ja, I prefer to gaan naar de next arena first. Because we need some fly THM. Oké, en dat was echt mijn beste Engels mensen. Engels mensen, dus ja, dat snappen jullie ook wel. Maar ja, dat is denk ik het belangrijkste op dit moment. Want dan kunnen we gewoon overal heen en dan kunnen we ook nog die leuke dingen blijven herhalen. Voorlopig zie ik nu hier zo dat we een paar verschillende kanten op kunnen. En hier staat een trainer. En dat ziet er een beetje uit als een watertrainer eigenlijk. Ik weet niet waarom. Het zou ook zomaar iets anders kunnen zijn. Maar we gaan toch voor de zekerheid een Flavie inzetten. Gewoon puur omdat we hem dan, ja, als die echt een waterpokémon heeft, dan is het voor mij lekker makkelijk trainen. Hij heeft een Wooper, ja. Oh, dat had ik ook zo. Zoiets had ik kunnen verwachten. Wooper is natuurlijk wel een waterpokémon, maar er zit natuurlijk weer iets achter. Het is een waterground. En dat houdt in dat oftewel elektrische aanvallen geen zin hebben. Ik heb daar gelukkig ook een oplossing voor. Dat heet een Bellsprout. Alleen hij is niet zo sterk en heeft geen absorb of iets. Dus ja, het beste wat ik kan doen is Fine Whip. En dat deed best wel veel damage, though. 111 XP voor Flavie en 111 XP voor Bellsprout. Hey, dat zijn twee levels in met zo'n klein beetje XP. Nice. En Sailor Harry is neer. Dat is makkelijk gegaan. En dan gaan we nu, whoop, en dan gaan we deze kant op. En hier staat nog een trainer. Oké, wat voor Pokémon heb jij? Ik ben benieuwd. Ik gok op iets van een Snubbull. Ja, Snubbull. Waarom? Ik weet het niet. Een Flavie. Oké, dat is interessant. Flavie tegen Flavie. Niet zo handig als je het mij vraagt. Ik kan hem. Ja, eigenlijk wat ik nu doe heeft helemaal geen zin. Want als hij nu tackle doet, had het als ook gebeurd eigenlijk. Oh. Gaan we hier een complete kopie van elkaar doen of zoiets? Ik bedoel, behalve het feit dat dat een vrouwtje is en die van mij een mannetje. Een Thundershock, oké, dan ben ik toch wel. Ja, tuurlijk, bij mij gaat het dan weer zo. Oh, en nu bij hem. Oh, wat? En bij mij gaat hij nu goed. Oké, die van mij doet denk ik iets meer damage. En terwijl ik heel erg jeuk heb in mijn oog en ik lekker midden in de video in mijn oog mag zitten wreven. Zo. Oké, nu doet die tackle. En dat doe ik. Oh, nou. Oké, prima. Dit is echt een hele rare battle. Al zeg ik het zelf, daar doe ik tackle en dan zij paralyzed. Oh nee, hij doet ook tackle. En nu ben ik weer paralyzed en doet hij tackle. En nou doe ik tackle. En is hij paralyzed. Jezus zeg. Dit is echt een van de raarste battles die ik in tijden heb gehad. Nou doet hij Thundershock. Ja, dat doet bijna geen damage, dus. Nou, dat was een critical hit. Welke Flavie gaat winnen? Tot nu toe staat zijn dus met een enorme voorsprong. Mensen, hoe gaat dit aflopen? Dat zien jullie in de volgende video. Kappa. Oh, nou. Nah. Is goed. Is goed. Jij gaat vals spelen? Doe ik dat ook. Kom maar op. Oh, niks. Dan zullen we die fucking, dat fucking schaap is een poepje laten ruiken. Let's go. En oh, weet je, we gaan het gewoon langzaam aandoen. Hier, een sandstormpje voor jou. We gaan hem gewoon echt pijn laten lijden. Even kijken. Zo. Ja, dat is klote, hè, die sandstorm. Hoppakee. En dan zal ik, weet je, dan ga ik je ook echt gewoon even een klap verkopen, zo. Hoppakee. Oh, daar word ik paralyzed van natuurlijk. Oh, god, jezus. Krijg je dat weer. Nou, oké. Fijn. Dat had ik dus niet moeten doen, maar ja. Ik had beter gewoon een steen naar zijn hoofd kunnen gooien. Zoiets. Hoppakee. Oké, doet dat damage? Nou, een klein beetje. En hij is paralyzed. Mooi.
En nou Sandstorm nog een keer over hem heen. Heerlijk dit. Gaat lekker in een goed tempo zo. Hoppakee, nog een Rock Throw. En gaat hij daar in één keer dood van nu? Nope. Hij doet een tackle. Nou, dat doet 1 damage. Dankjewel. En de Sandstorm gaat ook weer aan. Ja, zo gaat dat mooi. En Octro, de laatste ook nog eens raak. Hoppakee, weg met Flavie. Dan maar op deze manier, als het dan zo moet. 237 XP en 355 voor Onyx, wat hem natuurlijk weer een leveltje omhoog gaat geven. En nee, geen nieuwe moves. Hij zet een Psyduck in. Ja, nou dan kan ik Flavie beter wel weer inzetten natuurlijk. Tenzij Flavie nu opeens attacks gaat missen. Psyduck! Level 19, oké. Water Gun ga ik niet nu dood van, denk ik. Nope, Thundershock. Gaat hij daar wel dood van? Ik denk het ook haast niet. Nope, oké, dat wordt lastig. Hij doet Disable. Disabled hij nu... Oké. Dan maar op deze manier. Get back, Flavie. En dan gooien we gewoon Bellsprout in de strijd. En hij doet Water Gun. Oké, dat overleef ik makkelijk. En dan doen wij gewoon lekker Vine Whip om hem af te maken. Denk ik kan dat nog met 1 Vine Whip, I guess. Hij doet nog een Water Gun. Is dit genoeg? Yep. Oké, mooi. Kom maar hier met die XP'tjes. 162 voor Flavie en 162 voor Bellsprout. Nou, oké, mooi. Deze battle ook weer gehad. Moeten we dan hier... You're really good with Pokémon. Ja, dat snap ik. Daardoor speel ik ook een Pokémon spelletje. Ja, want dan kan ik gewoon mijn Pokémon powers laten zien. Ja, oké. Hier staan vast nog wel meer trainers. Oké, ik zie er daar nog eentje. Oh, en hier stond er nog eentje. Oké, ja, ik wou hem niet skippen of zo, maar ik wou kijken wat er aan deze kant was. Niet dat ik daar twee verschillende wegen heb en dat ik de ene niet loop en de andere wel. Daar kan ik niet tegen, zeg maar. Hij zet een... Ik wist niet dat ik Guido zou tegenkomen in deze serie, maar blijkbaar dus wel. Hallo Guido. We zetten snel onze Crokinaal in, onze beroepszwerver. En hij doet Mimic, nou cool hoor. Bite. Oké, Bite. En... Oh, dit is super effective. Dat was hem bijna. Nog een keertje dan maar. Doei! Guido, was leuk gevochten te hebben. Zo gaat het natuurlijk ook elke week weer in Pixelmon The Battle natuurlijk. Kappa. Oké, dat was hem. Deze battle was ook wel weer klaar. Dan gaan we even kijken. Oh, wat? Oh, weer een nummer. Jezus, gaat echt letterlijk elke trainer om mijn nummer vragen of ligt dat aan mij? Er zijn er echt maar weinig die dat niet doen. En ik weet wel dat hij ons hier opgesloten hebt. Dus sowieso via deze kant moeten. Niet dat het een heel groot probleem is. Even kijken. Ik zet wel even een andere Pokémon op slot 1. Dan doe ik eventjes deze zo. En dan lopen we naar deze toe. Oh. Ik kom eerst nog een Pokémon tegen. En welke Pokémon mag dat dan wel niet zijn? Een Meowf? Oké, ja, die had ik hier niet verwacht. Maar wel weer een leuke klote kat. Wat gaan we even doen om hem te verzwakken? Want deze wil ik natuurlijk wel vangen. Hoe dan ook. Flinched. Bite. Doet hij ook nog eventjes. Nog een keer flinch steken. Oh nee, een Ember gaat raak. Dat was een mooie hit. Oké, heb ik ondertussen al pokeballen gekocht? Ja, oh ja, ik had 20 greatballen gekocht. Dat is waar ook. Oké. Let's see if I can catch him. Ja, ja, ja. Hoppakee, we hebben een Meowf. Nice. En Meowf krijgt van mij een bijnaam. Dat zal ook een van de weinige zijn in deze serie. Maar ja, Meowf krijgt van mij gewoon de bijnaam. Even kijken, yes. Kut. Kat. Mag ik dat zeggen, mensen? Vast wel, hè? Ja, dat kan wel. Zo. Zo, niemand die het heeft gezien. Hij staat zo in de box. Oké, volgende. Dit is nog een trainer. Die gaan we ook eventjes afmaken. Wat heb jij bij je, dame? Een Hoppip. Easy, mate. Die gaan we eventjes een flinke flame op zijn hoofd geven. Hier. Oeh, dat was bijna one-hitted.
Hij doet een tackle, nou dat doet iets van 10 HP. Nee, niet eens 5, maar... En waarschijnlijk is de volgende Pokémon een Solistus. Of nee, nee, niet Solistus. Hoe heet dat ding ook alweer? De evaluatie van deze. Oh, Jumpluff en... Ik weet die middelste niet meer. Terwijl die een aanval wil leren dat Imprison heet. Ik weet niet wat voor aanval dat ook weer was. Even kijken. If the foe knows any move also known by the user, the foe is prevented from using it. Nou, dat hoef ik niet per se. Give up Imprison. Yep, die hoef ik niet te hebben. Een Skiploom, dat was hem. Nou ja, ik had toch ook nog gelijk ook. Skiploom. En daar doen we dan ook weer lekker Ember op. Hopelijk gaat hij daarvan in één keer dood. Nou ja, waarom als ze vorige... Ja, nou, Mega Drain. 10 HP of zo. Hoop ik. Niet meer eigenlijk, want anders krijg ik hem daar niet meer in één keer dood. 3 HP, nou ja, ook goed. Hup, Ember. En... Doei, Skiploom. Wel weer eventjes waarschijnlijk wat XP voor onze Vulpix. Ja, 523, dat is mooi. Dat is bijna de helft van zijn XP bar tot nu toe. En Vulpix is al 21. Het is eigenlijk nog een kwestie van een beetje blijven doortrainen. Wachten tot we die steen tegenkomen. En ja, dan gewoon evalueren. We lopen hier even een stukje terug, want ik zie dat hier tussen de paaltjes ook nog een trainer staat. En ja, trainers moeten we natuurlijk niet skippen. Eens even zien wat deze voor Pokémon heeft. Ik hoop... Oh, waarschijnlijk Birds. Jammer dat Flavie dan weer een beetje naar de slechte kant is. Een Doduo. Oké, ja, die hebben we nog niet eerder gezien, deze serie. Ja, doe maar gewoon Payback, denk ik. Ik denk dat dat meer damage doet als Ember. Nou, alhoewel... Het zal allebei niet zo gek veel damage doen. Oké, ik ga nu gewoon Ember testen. Misschien doet het ook wel meer damage, je weet het niet. Ember. Oké, dat doet meer damage. Nice. Dan doen we wel gewoon Ember volhouden. En ik switch na deze toch eventjes naar Mareep over. Als ik deze nog overleef, überhaupt. Nope. Oké, duidelijk. Dan gaan we naar Flavie. Ik zei Mareep, maar het is natuurlijk een Flavie. En die moeten we zo snel mogelijk naar de level 30 zien te krijgen. Want ja, dan wordt die wel fucking awesome. Oké, hij mist. Ik raak. Nice, gelukkig. En dat betekent dat Flavie level 20 is. Als ik me niet vergis. Ja, oké. Nice. Krijgen we hier nog een nieuwe elektriciteitsaanval, please? Cotton Spore. Nee, dat is niet wat ik naar zocht. Give up. Zo. Oké, volgende. Nog een Doduo. Maar waarschijnlijk is die ook weer sneller als mijn Flavie. Dus hier heb ik misschien wel een probleem. Tenzij... Oké, hij doet Growl. Nou hoop ik niet dat ik paralyzed ben, please. Pixelmon goden of Pokémon goden, dankjewel. En nice, een one hit. Oké, dat is zeker netjes. Even kijken, krijg ik daar dan weer... Ja hoor, 350 XP'tjes. Nou ja, 349 om precies te zijn. En dan hebben we er nog één. Kunnen we die ook afmaken met één... Thundershock. Hij doet Rage. Waarschijnlijk overleef ik dat net als het een beetje mee zit. Yup. En Thundershock. Oké, is die dood? Kom op. Yup, oké, nice. Dat betekent waarschijnlijk nog eens een level omhoog voor Flavie. Of net niet, waarschijnlijk net niet. Net niet, ja, dat dacht ik al. In ieder geval, de trainer is wel dood. Dat scheelt natuurlijk weer een hele hoop. En dan hebben we hier een gekke witte apricorn tree staan. Oh, nee, ik hoef niet te headbutten. Dat kan niet eens, want mijn Togepi zit nog steeds bij de daycare. Oh, ik vraag me eigenlijk echt af hoe hoog Togepi nu wel niet zal zijn. Want hij was toen al 16 levels of zo omhoog gegaan. En nu ben ik al echt een lange tijd daar niet geweest. Dus als ik straks fly heb... En een Raticate? Oké. Als ik straks fly heb en daarheen kan vliegen, dat is, wordt wel awesome. Ik ga wel... Oh, can't escape. Nou ja, oké. Kill Flavie maar dan maar. Hij is wel paralyzed, lol. Ja, ik ga alleen geen Raticate vangen. Want jullie weten hoe ik denk over Rattata en Raticate. Dus... Ja. We moeten hem doodmaken trouwens. Ja, dat is het enige wat hier goed voor is. Let's do it. Nou, oké, dat ging vrij makkelijk eigenlijk. Oh, 300 XP bijna. Hoppakee. En we kunnen hier deze kant op gaan. Oh, wat kan ik hier niet langs? Moet ik dan echt weer helemaal via boven? En weer een Meowf. Rot nou op. Fucking Meowf. Ik heb je al gevangen. Ga weg. Kan ik nou echt niet hier langs net? Het ziet er nou uit van... Oh my god. Kan ik hier wel naar boven dan? Ja, dat wel. En dan kom ik weer allemaal Pokémon tegen die ik niet tegen wil komen.
Weer een rattenkater. Oké. Krokonal. We gaan hem gewoon weer doodmaken. Let's do this. Hoppakee. Zo, ik krijg ook. Stomme rat. Hoppakee. En hij doet focus energy. Prima. Ga je alsnog dood. Hop. Oh, bite. Prima. Ice Fang. Oké, op zouten met die rat. En dan kunnen we gelijk weer verder lopen. Ik hoop niet dat ik al te veel Pokémon nog tegenkom in het grasveldje. Wel weer Krokonal een paar XP'tjes erbij. En... Hoppakee, we zijn eruit. Oké, nou zag ik dat hier een Pokéballetje lag. Moeten we heel even oppassen dat we niet... Nee, oké, dat moeten we dus via hier doen. Ho, even een stukje terug. Kunnen we waar kunnen we daarheen dan? Oh, wacht, hier staan nog meer trainers. Oh shit, we zijn hier echt in een trainerrijk gebied gekomen, om zo maar te zeggen. Dus dat betekent dat we de volgende keer weer lekker verder gaan. Ik hoop in ieder geval dat jullie de aflevering allemaal weer super leuk vonden. Zo ja, druk dan natuurlijk altijd eventjes op dat blauwe duimpje. Vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie dan gewoon weer in de volgende aflevering. Later.